In de vorige video hebben we gezien dat de ontevredenheid over het Ancien Regime toenam binnen de derde stand. In deze video zullen we gaan zien hoe dat uiteindelijk zal leiden tot het uitbreken van de Franse Revolutie. Die breekt uit in 1789, maar we gaan even naar de paar jaar ervoor, namelijk de jaren 80 van de 18e eeuw. In Frankrijk is er dus al veel ontevredenheid over dat Ancien Regime en over het feit dat er veel belasting betaald moet worden door die derde stand. En als dan ook nog eens de graanoogst mislukken en de voedselprijzen stijgen, ja, dan neemt de ontevredenheid alleen maar verder toe. En tegelijkertijd loopt ook de staatsschuld steeds verder op in Frankrijk. Frankrijk voert heel veel oorlog en de schatkist die raakt steeds leger en leger. En dan heeft de Franse koning van dat moment, Lodewijk de 16e, een probleem, want er breekt een financiële crisis uit. Nou, wat kan hij dan gaan doen om te voorkomen dat hij met een lege schatkist komt te zitten? Nou ja, hij kan doen wat hij altijd al doet en wat zijn voorgangers ook deden. De belasting verhogen, nieuwe belastingen heffen. Maar ja, als hij dat nu net op dit moment zou doen, als er dus ook al veel ontevredenheid is vanwege die hoge voedselprijzen, ja, dan is dat misschien niet zo heel erg slim. Er was al heel veel gemor in Frankrijk binnen die derde stand over al die belastingen. En dan om maar weer gewoon die belastingen te verhogen, dat leek hem niet heel verstandig. Dus hij besluit om iets anders te doen. Hij besluit de Staten-Generaal bij elkaar te roepen. En dat gebeurt voor het eerst in bijna 175 jaar. En wat is die Staten-Generaal? Die Staten-Generaal is de Franse volksvertegenwoordiging. De Staten-Generaal, de Algemene Staten, waarin vertegenwoordigers zitten uit de drie standen. Je ziet ze daar staan, de geestelijkheid, de adel en de derde stand, de boeren en de burgers. En hij vindt dat de Staten-Generaal een advies moet uitbrengen over die nieuwe belastingen. Hij kan het uiteraard in zijn eentje beslissen, hij is een absolute vorst, maar hij weet ook, de bevolking is nu zo ontevreden, ik kan maar beter ook even luisteren naar de mening van de bevolking en daarom dus die Staten-Generaal. Nou ja, in die Staten-Generaal, daar zitten zo'n 1200 mensen, daar zitten 300 geestelijke, 300 edelen en 600 leden vertegenwoordigers eigenlijk van de derde stand. Die hebben het voor elkaar gekregen omdat zij de grootste groep zijn dat hun aantal verdubbeld is, van 300 naar 600. En je zou dus zeggen dat die derde stand in staat moet zijn om hun zin door te drijven. Ze krijgen altijd wel een geestelijke of een edelman mee, zodat ze de meerderheid van stem hebben. Maar er is één probleem, in de Staten-Generaal wordt niet per persoon, maar per stand gestemd. Dus er wordt gewoon gekeken, wat vinden die 300 edelen? Nou ja, als er daar 250 voor iets zijn en 50 tegen, dan is de adelstand, de tweede stand, die is gewoon voor. En dat betekent eigenlijk altijd, en daarom heb ik die poppetjes ook even een beetje apart van elkaar gezet, dat het 2 tegen 1 is. En dat vinden die eerste en die tweede stand natuurlijk goed, want die kunnen zo dat ancien regime in stand houden, maar die derde stand die vindt dat natuurlijk niet. Dus die vertegenwoordigers van die derde stand die komen eigenlijk al een beetje met een onbevredigend gevoel naar Parijs toe om daar deel te nemen aan die vergadering van die Staten-Generaal. Die vertegenwoordigers die worden gekozen in lokale kiesvergaderingen, dat gaat per gemeente en in de grote steden gaat het kan het per wijk gaan. En wat zij ook mogen doen, en dat gebeurt ook in iedere gemeente, worden zogenaamde cahiers de doléances opgesteld. En hier zie je daar links een fragment van. Een cahier de doléances is eigenlijk een verzameling van klachten, verzoeken en voorstellen die mee worden genomen naar die Staten-Generaal. Wij in deze gemeente hebben deze klachten. En we zouden het liefst dit anders zien en we zouden voorstellen om op die manier te doen. En zo worden in heel Frankrijk, in al die gemeentes, in al die parochies, worden dus cahiers de doléances opgesteld. En uiteindelijk zijn er dat tienduizenden. En die worden allemaal door die vertegenwoordigers meegenomen naar die Staten-Generaal. Nou, wat staat er in die cahiers de doléances? Wat wil de derde stand bijvoorbeeld? Die derde stand die wil belastinghervorming. Het kan niet zo zijn dat wij de enige stand zijn die belasting moet betalen. Die eerste en die tweede stand moeten ook meer belasting gaan betalen. En wij moeten misschien wel minder gaan betalen. Dat was een veelgehoorde klacht en ook een veelgehoord voorstel dus uit die cahiers de doléances. Wij willen ook toegang tot het bestuur. Dat was vooral die goede burgerij die met dat voorstel kwam. En de privileges van de eerste en die tweede stand, van de geestelijkheid en de adel, die moeten afgeschaft worden. Dat was ook de teneur in die cahiers de doléances die werden geschreven door vertegenwoordigers van de derde stand. Nou ja, wat vonden dan die eerste en die tweede stand? Want daar zijn ook cahiers de doléances van bekend. En die geestelijke en die edellieden, die hadden eigenlijk vaak iets wat neerkwam op de handhaving van de privileges. Zij wilden het laten zoals het was. Want, zeiden zij, afschaffing van die privileges zou alleen maar voor chaos zorgen.
Het is nu juist ordelijk geregeld in Frankrijk. En die standensamenleving die is nou eenmaal, maar die zorgt voor orde in de maatschappij. Die zorgt voor rust. En als je dat af zou schaffen, dan zou dat alleen maar chaotische taferelen opleveren. En dat willen we ook niet. En op die manier proberen de machthebbers dus eigenlijk om ook hun macht te behouden, om dat ancien regime voor te laten bestaan. Maar die, en de Cahiers de Doléances zijn een voorbeeld van de examenmakers en die passen bij dat kenmerkend aspect van de verlichting. En ze passen dus ook bij het kenmerkend aspect over de democratische revoluties, omdat ze een opmaat vormen naar die Franse revolutie. En daar zullen we in de volgende video's naar gaan kijken, want die revolutie staat nu echt op het punt van uitbreken.